Verder met de volgende zaak. Hoe hondbrutaal moet je zijn om overdag een winkelcentrum binnen te lopen om daar tussen het winkelend publiek in met een wapen te gaan zwaaien en dan geld te eisen van de cashières? Oordeel zelf aan de hand van de volgende beelden. Schiedam. Het is 14 december 2015, even voor 6 uur 's middags, als een jongeman de Plusmarkt aan de Monseigneur Nolenslaan binnenloopt. Hij stormt met een vuurwapen in zijn hand het pad tussen twee kassa's in en begint de twee cashières die hij in het zicht heeft te bedreigen. Het winkelend publiek in het pand lijkt hem niet eens op te vallen en hij eist het geld van de flink geschrokken medewerksters. Je probeert die mensen zo goed mogelijk te helpen en voor te bereiden, maar eigenlijk kan je ze niet voorbereiden. De medewerkster van kassa 1 staat haar geld af aan de schreeuwende man. Haar collega legt de kassalade op de band en de overvaller neemt de benen nadat hij het geld daaruit ook heeft gejat. Er zitten jonge meisjes achter de kassa. Het zijn meisjes van 18 jaar die gewoon willen bijverdienen, die gewoon een zakcentje willen verdienen, die onbezorgd naar school moeten gaan, die alles nog onbezorgd moeten doen. En ze maken heel veel kapot. Ze zaaien heel veel angst en ja, erg laf. Erg laf om dit te doen. We hopen echt dat hij gepakt wordt. Daar kunt u thuis bij helpen. De dader is een blanke jongen van 1,70 meter. Zijn leeftijd ligt rond de 20, 25 jaar. Hij sprak Nederlands, droeg een grijze joggingbroek met blauwe streep, een zwart jack met capuchon en had een spiegelende zonnebril. Graag uw tips. 0800 60 70.